televisiegeschiedenis worden geschreven. En ze zijn vanavond hier, dames en heren. De toppers, René Vroger, Gerard Joling en Gordon. Ik kan niet meer. Gordon is boos, want hij is 2 uur te vroeg besteld in de studio. We waren om 8 uur hier besteld. Degene die dat heeft gedaan, die scheld ik helemaal verrot morgen. Ik zit helemaal gehaast te eten, ik zit allemaal douchen. Ja. Ik denk, nou, om 8:30 beginnen de opnames. Je hebt helemaal gelijk. Echt jongens, nog heel even en ik ga echt met krukken lopen. Mevrouw Verdonk! Nou, geweldig. Hoe is het met u? Gaat het goed? Heel goed. Hoe gaat het met de campagne? Gaat alles goed? Ja, goed. We zijn net aan het draaien, hè? Dus, leuk. Nou, maak er wat moois van, hè? Nou hoor, daar zijn ze hoor. Blij dat je gehaast op schat. En ik heb er een hok met Harry gehad bij het shownieuws. Het is al de derde keer dat je van tevoren op moet nemen. We kunnen er niks aan veranderen. We maken er wat leuks van. Nog bedankt dat we hier om 8 uur moesten zijn. Terwijl we hier 2 minuten voorbij vandaan wonen. Reinoud. In dat lelijke, aftansen, goedkope NOS-gebouw. Ja, leuk dat we nog een uur moeten wachten hier in die graftombe. Nee, dat meen ik. Echt waar? Oh, graf. Hey, jongens, maar veel plezier. Gewoon jezelf zijn. Nou, wat dacht je? Daar ben ik hem. Dan kan je nog wat van ons leren, schat. Niet zenuwen. Hey, je kan nog wat van ons leren. Gewoon jezelf zijn, wat een schat, hè. Hey, Corrie, luister eens eventjes. Jij moet wel jezelf zijn. Ik zag het dat je bent jezelf niet. Ik heb het verkeerd gedaan. Die kop versteerd en verzuurd. En dan kan ik tegen zijn zus te schelden. Dan komt hij altijd helemaal bij. Hé, hey, lekker dat ik erbij ben, hè? Hé, hey, Corrie? Hey. Ben je wakker, schat? Volgevreten draak. Kijk eens naar me. En dan eindelijk de make-up in. Dit zal wel een aardig paar zijn. Denk je niet? Van volume zeker. Zeggen nou, maar jullie zitten er om 10 uur in, zorg dat je hier om 9:30 bent. Een uur van tevoren, weet ik niet erg, het loopt altijd uit. Het is nu 9:45. Het wordt absoluut 10:30. Ik zit hier gewoon 2,5 uur van Jan Lul. Ik had gewoon lekker thuis nog niet kunnen zitten, ik had allemaal dingen kunnen doen. De show is laatst 1/2 uur opgenomen, daar zijn ze natuurlijk ook niet blij mee. Live is live, weet je wat ik bedoel? Dat hebben we gedaan voor dit programma, omdat ik moest hier 9:15 zijn. Had je het nog gered? Ja. Nee, mogen we al mee? Uiteindelijk kan er dan toch televisiegeschiedenis worden geschreven. En ze zijn vanavond hier, dames en heren. De toppers, René Vroger, Gerard Joling en Gordon. Dit jaar weer eind mei in de Arena. Ja. Zijn er nog kaarten? Nee. Nee? Nee, het is compleet avondklok 3 avonden. Gee, wat zit je raar naar me te kijken? Nou, ik zit gewoon niet raar. Ik vind het gewoon naar je te kijken. Ja, maar je knippert naar me. Je hebt toch iets leuks altijd, vind ik. Ja. Ja. En heb je nog je kleren aan? Gerard, Ticket to the Tropics, nummer 1 in 1985. René. 70. Nee, 75. René, jij 89, alles kan een mens geluk maken. En Gordon, jij was... Er had ook nog een nummer 1 in, hoor, met de Bolero, 89. Beelden voor in de keuken, deze. Niet een glas wijn op tafel. Armoe bij die tros. Ja. Lijkt wel rondom 10. Ja, vriendelijk, dankjewel. Ja. Dat kan toch ook om gieren, joh. Heel sympathiek. Dankjewel. Dat was leuk. Dankjewel. En toch was het leuk. Nee, jij maakt het niet uit. Ja, dat maakt wel uit. Jij begint. Ja, jullie zijn top. Jij bent begonnen. Nou, hoor je het nou? Je bent begonnen. Top, jongens. Hoor je nou? Gewoon even vingers bij de hand. We gaan het terugspoelen. Nee, je zegt altijd dat ik lelijk ben. Ja, maar je bent dik. Je bent niet lelijk. Een soort springkussen. Gordon, de concerten in de Arena. Wat voor speciale dingen gaan er allemaal gebeuren? Nou, ik rot hem het podium af. Je bent dik en opgeblazen als eerste. Ja, nou, lieg ik dan? Dat is het eerste wat je nee, zei. Nee, jij begon al eerder. Kreeg. En stop eens met me, valse kreeg. 2,5 uur op zitten wachten. Nou, maar dit is wel leuk. Maar op zich is geen moer aan. Ja, sorry. Blijf nog even met. Ik zeg, dit programma is voor de rest van moer aan, maar wij hebben het leuk gedaan. Jullie hebben het. Nee, het was heel leuk. Maar zo heet het niet lullig tegen, die Mart Smeets in het begin. Nee, vond ik leuk. Oh, dat vond je dat leuk? Dat spel vind ik wel leuk. Oh, oké. Nee, ik ben heel tevreden. Oké, ik ben heel tevreden. Blijf nog even, dan ga je meteen met.
Nou, weet je hoe lang wij hier al zitten, schat? Ja, dat is een beetje te vroeg. 8 uur waren we besteld, dus ik ben bloedchagrijnig geworden. Ja, drink dan een gezellig meertje van ons. Nee, ik kom even af en toe. Een ja, is goed. Oké, maar komen er wat leuke mensen nog, of ben jij de enige? Ik ben de enige. Nou jongens, dat was mijn bedagje wel. Maar ik zeg, kom ik ook nog een bod? Nee, van de Vroger en de Gordon Show. Gouwe zo. Ik heb hij heeft amper wat gezegd. Het ging, het ging eigenlijk alleen maar om mij. Nee, ja, over je vrouw. Nou, die kwam, het is dus toch leuk ook. Nee, maar ik vind het fantastisch. Jullie zijn lekker aan boord geweest, nou. Zo hoort het toch? Maar het interview was op zich volgens mij hartstikke leuk, hè? Ik wil ook eigenlijk mijn geld terug. Nou, ik wil extra geld erbij. Nou, maar het was wel een hele leuke uitzending. Hij had allemaal leuke beelden van vroeger. Het was wel heel leuk. Nou, het was heel enig. Maar het is een goed vriendje van jou toch, Vroog? Wat zeg jij? Het is toch een goede vriend van jou? Nou, we kennen elkaar al heel erg lang. Maar wou je zeggen dat ik dan die televisie geregeld heb? Ja. Ja. Hebben wij zo lang moeten wachten? Ja, maar wees het blij dat je carrière dat je überhaupt in dat soort programma's mag staan. Dat je dat durft te zeggen. Voelde je hem? Wat een doodsteek.